Ja, Rogier, na zo'n teleurstellend weekend, hoe ga je dan met de jongens daarna weer aan de slag hier? Ja, gewoon net als anders. Ik bedoel, natuurlijk is een resultaat belangrijk. Alleen, je moet altijd kijken naar dat je een proces verder gaat sturen. Dus zijn we gewoon weer begonnen. En we zijn weer verder gegaan waar we gebleven zijn. Gekeken naar wat we kunnen verbeteren. En dat hebben we gedaan. Ja, je zei wel, er moet wel wat gaan verbeteren. Hè? Want je wilt toch een beetje in een flow komen richting die play-off wedstrijden. Ja, tuurlijk. Uiteindelijk is het lekker als je in een bepaalde vorm ergens naartoe werkt. Alleen geeft dat natuurlijk geen enkele garantie. En andersom ook niet. Maar we gaan wel proberen het voetbal te verbeteren. Want op het moment dat je dat beter doet, heb je meer kans om wedstrijden te winnen. En daar hebben we ons op gericht eigenlijk. Ja, Joep, maandag maakt hij je rentree. Ja. Maar dat is niet wat je denk ik op had gehoopt, hè? Nee, het was een teleurstellend resultaat. We hadden natuurlijk gewoon 3 punten moeten pakken. Maar het was een lastige wedstrijd. Dat hebben jullie ook al gezien, denk ik. Maar morgen staat er weer een wedstrijd. Dus dan moeten we er tegenaan weer. Hoe gaat het met jou zelf? Want ja, je werd wel gewisseld natuurlijk, hè? Je kon niet de hele wedstrijd nog volmaken. Hoe is het nu met je? Ja, goed. Ik voel me ook weer steeds fitter. Ik ben gewoon helemaal fit nu eigenlijk. Maar ik kwam, zoals jullie weten, van een knieblessure af. Dus daar zal ik eerst even mee te hobbelen, maar nu gaat het gewoon weer goed. Nou, we zagen net Jordi weer al vroegtijdig de training verlaten. Die speelt morgen dus niet? Nee, die was niet bij de groepstraining. Dus hij is ook niet eerder naar binnen gegaan. Hij had gewoon een andere training met fysio samen met Rens. Dus die is er morgen inderdaad niet bij. Dat komt nog iets te vroeg. Dus daar nemen we ook geen risico mee. En wat dat betreft hebben we dezelfde groep als afgelopen maandag. Nu Excelsior, ook weer een. En heeft er altijd lastig tegen Excelsior. Thuis was natuurlijk ook een moeilijke wedstrijd. Ja, is ook maar een beetje een gekke ploeg. Hè, die veel doelpunten maakt, maar ook veel doelpunten tegenkrijgt. Binnen wedstrijden soms nog kan draaien. Dus wat dat betreft is het altijd wel een onvoorspelbare tegenstander. Ja, goed, we hebben ze bekeken en we weten dat we daar tegen kunnen voetballen. Dus dat gaan we ook zeker proberen. Dat is een mooie taak voor ons morgen. Ja, voetballen. Maar is het misschien ook niet dit weer typisch zo'n ploeg waarbij NEC maar gewoon een beetje de rust moet bewaren en moet afwachten om die kans te creëren? Ja, dat is afwachten hoe zij morgen het veld opkomen en op welke manier zij verdedigen en druk zetten. Alleen, wij moeten wel geduldig zijn. Uiteindelijk op het moment dat we richting de goal, dan moeten we wel weer iets doortastender zijn dan de afgelopen 2 wedstrijden.